Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in het Corby Hotel in Lommel voor de halve finale en de Fashion Day van Miss Fashion 2019. Er zijn hier vier prachtige dames bij mij komen zitten. Ik ga u de kans geven om zich één voor één aan jullie voor te stellen. Ik ga met jou beginnen. Hallo, ik ben Chloe. Ik ben 19 jaar, ik woon in Relaar en ik studeer communicatiemanagement in Hasselt. Mijn hobby's zijn eigenlijk vooral fitness. En wat zou jij graag willen gaan doen met de communicatiewetenschappen? Er is eigenlijk veel keuze in, maar vooral zo in een bedrijf werken. Met reclame of zoiets. Klinkt zeer, zeer interessant in ieder geval. Hallo, ik ben Chloe. Ik ben bijna 18 jaar, binnen 3 dagen. Ik kom uit Leuven en ik doe kunstschaatsen. Ik ga je alvast een gelukkige verjaardag wensen. En kunstschaatsen? Dan zou ik denken dat op hakken lopen niet zo'n groot probleem is voor jou. Of is dat toch heel anders? Ja, het is toch wel een verschil. Want schaatsen zijn toch wel redelijk plat. Dus het is ja, niet echt met elkaar in verband. Dus, ja. Want je hebt al catwalktraining gehad vandaag. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. En hoe is dat meegevallen? Dat was superleuk. En alle tips die ze gaven waren echt superhandig. En ja, het is wel echt goed meegevallen. Oké, leuk om te horen. Hallo. Hallo, ik ben Axel. Ik ben juist 20 jaar. Ik kom uit Antwerpen en ik studeer event- en projectmanagement. Wat houdt dat in? Wat kan je daarmee doen als beroep? Ik kan er van alles mee doen, maar ja, het meeste dat eruit voortkomt is het organiseren van festivals of eventueel modeshows. Wat ik graag zou willen doen. Het liefst van al een modeshow organiseren? Ja, graag. Ben je zelf ook wat actief in dat? Of hou je jezelf wat bezig met de modewereld? Volg jij op Instagram of op Pinterest of op tv van die modemagazines of weet ik veel? Ik ben er wel actief mee bezig, maar het is niet omdat iets in de mode komt dat ik het per se zou dragen. Nog altijd je eigen stijl behouden dus? Ja, inderdaad. Zeer belangrijk. Hallo, mag jij je als laatste voorstellen? Ik ben Caro, ik kom uit Wevaam, dus heel het verre West-Vlaanderen. En ik doe ook communicatiemanagement en ik kom 20 september. 20 september. En wat zou jij willen doen? Wil jij zelf als haar modeshows organiseren of zou je liever iets anders doen? Of? Ik denk zo eerder voor een modemagazine werken en daar zo de layouten en de edits vooral. Dat is vooral mijn coté. Dat blijft toch ook binnen de mode en de fashion zitten. Hè? Zijn jullie ook wat geïnteresseerd door de mode en de fashion? Actief mee bezig? Ja, zeker. Ik volg superveel modeontwerpers en mensen in de mode op Instagram. En ik ben daar echt zo door gefascineerd door alles met mode eigenlijk. Ja. Wie is jouw grootste voorbeeld? Vooral bij mij modellen zoals zo Cara Delevingne en al. Maar dat is wel echt zo voor grote merken. Kijk je daar ook naar op? Ja, zeker. Ja. Hoop je ooit in haar schoenen te staan? Sowieso, ja. Wie niet natuurlijk. Jij ook bezig met de mode? Of wandel jij gewoon eens graag door de winkelstraat om te kijken wat er in de vitrines hangt? Ja, ik ga wel echt zo 1 keer de week shoppen of zo. Echt heel veel. Omdat ik heb nooit genoeg kleren, echt. Ik kan het al raden als ik de vraag ga stellen. Maar ik ga het toch doen, want ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoord. Stel, je wint 1 miljoen. Wat ga jij ermee doen? Een feestje bouwen en mijn geld opdoen. Mooi. Is dat effectief wat je ermee gaat doen? Ja, nee, dat is van een liedje van Samson en Hart. Maar ik denk dat ik het vooral zou sparen en dan eens op een goede reis zou gaan. En ook vooral mee investeren in een paar goede outfits, mooie outfits van merken dat ik wil dragen en dat ik zeg van dat kan ik nog niet dragen, want het geld is er nog niet. Maar vooral ook sparen voor later. Oké, zeker. Mooi om met die 1 miljoen te doen. En ik zou graag ook heel veel kleren kopen en vooral schoenen. Ik ben een beetje geobsedeerd door schoenen. Maar ook zou ik graag een wereldreis maken. Dat is mijn ultieme droom. Ja, welke vrouw is natuurlijk niet geobsedeerd door schoenen? Maar de wereld zien is natuurlijk ook wel een mooi deel ervan. Voor mij net hetzelfde. Veel schoenen, veel kleren, ook veel eten. Ook belangrijk. En ja, veel reizen, want ik wil echt heel de wereld zien. En ja, dat is echt iets wat ik wil doen. Een grote dressinkoop waar ik een keiveel kleren kan van kopen. Ook reizen en gewoon genieten van het leven eigenlijk. Ja.
Ik vind het allemaal hele mooie uitgaven, zeker van 1 miljoen euro. Ik heb hier dus echt 4 fashionistas naast mij zitten die alle 4 heel graag het kroontje van Miss Fashion 2019 zouden winnen. Ik wens ze in ieder geval heel veel succes daarmee en geniet vooral. Alsjeblieft.